We zijn vandaag aangekomen en we laten zien wat er vandaag is gebeurd bij de Mont Ventoux 2016. Nou, wij zijn hier even de bus in het laden. Hier zit allemaal linnengoed in. Voor straks als we op de camping komen, dat alle cliënten en alle begeleiders een schoon bedje hebben. Er zitten wat handdoeken bij, zodat we ook de afwas kunnen doen. Het gaat goed in de bus. We liggen volgens mij goed op schema. We hebben één rustplek erop zitten. We hopen dat over een half uur nummer 2 eraan komt, dat we weer even de benen kunnen strekken. Bussen waren mooi op tijd. Niemand had zich verslapen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk, hè? Want dan ga je dan te laat beginnen. Dus goed, bus op tijd, lekker gegeten, iedereen binnen. Nu kunnen we gezellig een avondje mooi ervan maken en dan gaan we verder. Op naar de dag van morgen. Wat ga je doen hier en bij Equipe Mont Ventoux? Ja, we zorgen dat jullie allemaal lekker eten krijgen. En gezond eten, dat jullie de Mont Ventoux goed op kunnen fietsen. Nou, vanavond eten jullie kip. Ja, dat is, kip is gezond. Ja, dat is eiwitrijk. Ja, dat is goed voor je spieren, goed voor je energie. En morgen krijgen jullie zetmeel. Dan krijgen jullie macaroni. En macaroni en bolognese. Dat is heel goed voor je kracht. Daar krijg je veel kracht van voor morgen te fietsen. Overmorgen te fietsen. Lekker de jongens en de meisjes helpen. Als ze het moeilijk hebben, moed inspreken. En als het moet, lekker duwen. Dus zodat ze allemaal boven komen. Hè? Ja, vandaag is goed gegaan. Iedereen is veilig aangekomen. Iedereen heeft lekker gegeten. Iedereen zit nu lekker bij de caravan of loopt wat over de camping. Dus de eerste dag alleen maar heel erg goed. En we verheugen ons op de dag van morgen. En misschien kunnen we morgen dan ook weer een mooi journaal aan het einde van de dag doen. Waar we iedereen gaan updaten en op de hoogte gaan houden hoe het de volgende dag is. Want dat wordt een belangrijke dag voor de beklimming natuurlijk. Want dat is toch waar het een beetje om draait deze week.